Het is eind januari, maar het voelt een beetje alsof het al volop lente is. Het is eigenlijk wel warm, toch zeker voor deze tijd van het jaar. Maar goed, hoe dan ook, eind januari, het prille begin van de lente, dat betekent ook een nieuw wijnjaar. Vandaag start ik met wijnjaar 2024, mijn vierde wijnjaar ondertussen. Morgen, of misschien de laatste volgende week, begin ik met het snoeien in de wijngaarden. Dus dat wordt de eerste grote, lange taak. Ik hoop dat het elk weekend zulk weer is. Dan zal het passeren zonder de minste problemen liever. Maar voor ik effectief in een wijngaard ga, moet ik nog één belangrijk iets doen hier in de kelder. En zowel in de kelder als in de wijngaard is het ondertussen sinds half oktober, denk ik, zoiets helemaal rustig geweest. De wijn ligt hier te rijpen in die vaten die je daar achter mij ziet. Vandaag is het tijd voor de soutirage. Wat betekent dat nu? Wel, ik ga het even uitleggen. Ik neem jullie mee binnen hier in de kelder. Dus we hebben drie vaatjes. Hier eentje met rood vintage, noem ik dat. Een klassieke rode wijn. Eentje met rosé van bij Yvette. En eentje met Rouge Carbo van bij Roger. Bijna 300 liter zit daarin. Wat is de soutirage nu? Wel, het soutirage betekent dat ik de wijn van het ene vat in het andere vat ga doen. Ik ga ze niet mengen, dat is niet de bedoeling. Dus wat er zal gebeuren is dat ik zal beginnen met dit vatje rood vintage. Dus een klassieke rode wijn. Ik heb niet veel, het was een experimentje. Kijk, ik heb jullie dat vorige keer uitgelegd. Hier zit ongeveer 80 liter in. Dus deze 80 liter zal ik met een emmer, de emmer die daar netjes gedesinfecteerd is, zal ik overhevelen in dit vat die je hier ziet, dit plastieke vat. Daarna zal ik dit vat volledig gaan kuisen, desinfecteren zoals ik net heb gedaan met wat buiten staat. Eens deze gedesinfecteerd is, gaat de inhoud van dit vat, de rosé, daar naartoe. Dan ga ik deze desinfecteren, mooi poetsen. Dan gaat de inhoud van dit vat hier naartoe. Dan ga ik deze desinfecteren en poetsen. En als laatste zal dan wat nu nog hier zit, maar dan daar in dat witte vat, in dat witte bidonnetje zal zitten, hierin terecht gaan. Dus alles wordt gewoon verplaatst. Waarom doe ik dat? Omdat, ja, ondertussen zijn we een paar maanden verder. We hebben bezinksel onderaan in de vaten. Hier van onder zit bezinksel. Lully noemt men dat in het Frans. Wat is dat? Dat is vooral dode gist. Ook nog restsuikers enzovoort. Dat zit hier allemaal onderaan. Dat vormt een vrij dikke pak. En dat kan eventueel zorgen voor slechte smaak aan je wijn. Het kan ook voor uw smaak zorgen. Maar goed, het is goed om minstens één keer à twee keer per winter, sommigen doen het drie keer, vier keer, zelfs vijf keer per jaar, een soutirage te gaan uitvoeren. Waardoor dus al dat bezinksel uiteindelijk vanuit je vat gehaald en dan creëer je wat we noemen klare wijn. Dat is wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil uiteindelijk klare wijn schenken. Ik maak een natuurwijn, dus ik ga niet filteren met wat dan ook. Het is gewoon door twee keer soutirage te doen dat ik klare wijn bekom. Twee keer, want ik heb het al één keer gedaan. Ik heb het gedaan net na de fermentatie. Toen de fermentatie klaar was, heb ik alles al eens verplaatst. En nu doe ik het een tweede keer eind januari. En daarna is het goed om te gaan bottelen. Dus dat is de opdracht die ik deze namiddag heb. En ik ga eerlijk met jullie zijn. Dat is misschien wel mijn minst favoriete opdracht van het volledige wijnjaar. Ik doe dit helemaal niet graag. Waarom doe ik het niet graag? Ten eerste, het is vooral, ja, zoals je daar hebt gezien, het is poetsen. Desinfecteren, kuisen. Ik heb geluk dat het vandaag relatief warm is, maar meestal ga je dan kuisen en poetsen in koude, natte omstandigheden. Dat is niet het leukste. En dat kuisen is heel erg belangrijk, want, en daar is dan mijn tweede probleem, dat is de tweede reden waarom ik het niet graag doe, dat overhevelen, ja, dat zorgt ervoor dat je wijn, die nu lekker veilig daar in die vaatjes zit opgeborgen, dat die plots in aanraking zal komen met zuurstof, ook in aanraking zal komen met alles wat rondvliegt in de lucht, in deze kelder, bacteriën, noem maar op. En dus er bestaat altijd een kleine kans dat bij de soutirage alles helemaal gaat fout lopen. De voorbije drie jaar heb ik geluk gehad, er is helemaal niets misgelopen, maar het kan altijd gebeuren, dus ik hou altijd een beetje mijn gard vast. En daarom dat ik die soutirages beperk tot twee keer in een wijnjaar. En niet meer, want ik doe het gewoonweg niet graag. Ik vind dat ik te veel risico's loop, maar het moet gebeuren als ik echt klare wijn wil schenken. En vooral ook als ik geen slechte smaakjes in de wijn wil, door het bezinksel dat nog altijd in het vat zit. Trouwens, nog iets wat een beetje ambetant is vandaag. Dat is de derde reden dat ik niet echt zag zitten is. Jullie hebben het misschien gezien daarnet. De setup van mijn tuin is een beetje veranderd. Kijk, ik heb dit najaar heb ik hier een microstation geplaatst. Dus al mijn afvalwater uit mijn huis, dat komt hierin terecht. En dat wordt dan uiteindelijk netjes gefilterd. Waardoor ik proper water de sloot
in jaag. Voilà, ik ben helemaal volgens de regels en de normen in orde hier in Frankrijk. Heeft mij trouwens een fortuin gekost. Maar goed, het moet. Net zoals de soutirage moet. Voilà, ik heb al heel veel uitgelegd. Ik moet aan de slag. Ik ga eraan beginnen. Oh ja, misschien nog dit. Voor ik echt begin, heb ik de voorbije maanden stil gezeten. Ja, in de wijngaard wel. Hier in de kelder ook. Maar ik ben heel druk bezig geweest met een speciaal wijnprojectje. Waar ik nog niets over heb gecommuniceerd. Het is tot op vandaag een groot geheim. Maar heel misschien op het einde van deze video zal ik verklappen wat ik de voorbije maanden zo hard heb gedaan. En wat in 2024 heel belangrijk zal worden voor mij. Beetje geduld nog. Voilà, het eerste stuk is al gebeurd. Dus daar zit de rode wijn en de vintage in. En het vat heb ik naar buiten gebracht. En dan ga je zien dat hier, kijk. Er zit nog een klein beetje sap in en ook wat bezengsel. Dat bezengsel, dat zie je daar aan de rand. Het is heel weinig van deze, want daarnet heb ik een klein beetje gelogen. Het is eigenlijk al de derde keer dat ik met deze een soutirage doe. Had ik helemaal niet willen doen, het nog eens doen. Maar ik heb eigenlijk geen keuze, want ik heb dit vat nodig. Dus ik kan niet anders dan ook deze nog eens verplaatsen van vat. Maar goed, hopelijk kan het geen kwaad. We zien wel. Het ziet er proper uit, hè? Maar het is nog helemaal niet proper. Het ziet er proper uit, maar nu moet ik het nog eens desinfecteren. Voor ik dan de wijn van het andere vat hierin kan soutireren. Gezien, je hebt het gehoord, dit is koolzuurgas die vrijkomt. Dit is koolzuurgas die geproduceerd werd bij de fermentatie, die nog niet allemaal verdwenen is en door nu eens goed te soutureren, is goed dat sap te laten bewegen, komt dat allemaal vrij en krijgen we dus een stillere wijn. Dan moest ik dat niet doen, anders krijg ik een wijn met wat prik, wat bubbels in. So I'll throw.
Voilà, vriendjes en vriendinnetjes. Deze hatelijke taak die zit er eindelijk op. En als beloning een glaasje rode vintage. Ze ruikt goed, niet geoxideerd, want daar zat ik toch een beetje mee in. Omdat, je hebt dat misschien gezien, die plastic bidon die zat niet helemaal vol. Nu, het heeft niet zo heel lang geduurd, een paar uurtjes toch. Maar het kan enkel de evolutie van deze wijn te goede komen. We zien wel wat het de komende weken en vooral maanden zal geven. Mijn werk in de kelder die zit er nu op, toch voor een paar weken, maanden. Eerst volop gaan snoeien in de wijngaarden. Tegen eind maart moet ik daarmee klaar zijn. Dat jullie sowieso in meenemen, filmpjes maken. En dan in april, eind april, begin mei, ga ik de rosé bottelen. Dat is het plan. Daarna zal ik ook de Rouge Carbo gaan bottelen, dus waar ik er het meeste van heb. En allerlaatste wordt de deze. Deze zou ik graag zo lang mogelijk op het vat laten. Dat betekent tot de volgende pluk, tot de volgende oogst. September van dit jaar zal dat zijn. Want dan heb ik alle drie de vaten nodig om de nieuwe oogst binnen te halen. Voilà, ik ga hiervan proeven. Ik ga hiervan genieten. Ik was het bijna vergeten. Ik heb nog een geheim te verklappen voor jullie. Maar misschien laat ik dat gewoon voor de volgende keer. Een cliffhanger kan nooit geen kwaad. Voilà, ik geniet hiervan. Jullie genieten hopelijk ook van een lekkere natuurwijn bij jullie thuis. En graag tot de volgende video. Bye.